Wat moet je nou verstaan onder het begrip kinderuthanasie? Wel, euthanasie, dat komt eigenlijk van twee Griekse woorden en die samen betekenen die een goede dood. Dat wil zeggen dat je doodgaat op een rustige, pijnloze manier, dat je afscheid hebt kunnen nemen. Dus dat je bijvoorbeeld ernstig ziek bent en heel veel pijn hebt. En dan, als je dan euthanasie hebt, dan wil dat eigenlijk zeggen dat een dokter u helpt om op een goede manier dood te gaan. En kindereuthanasie betekent gewoon dat dat dan bij kinderen gebeurt. En een kind, dat wil hier zeggen, jonger dan 18 jaar. 18 jaar, zei je zo gezegd, meerderjarig. Dus als dat gebeurt bij kinderen jonger dan 18 jaar, omdat ze ongeneeslijk ziek zijn en heel veel pijn hebben, en de dokter geeft hen een spuitje, waardoor dat ze inslapen en dan stilletjes doodgaan, zonder dat ze dat weten, zonder dat het pijn doet, omdat het eigenlijk niet anders kan, want ze zijn heel erg ziek, dan noemen we dat kindereuthanasie. Waarom is het nog niet toegelaten door de wet? Wel, de wet vroeger, dat is een wet van 2002, de wet die de euthanasie heeft mogelijk gemaakt. De wet vroeger maakte het alleen maar mogelijk voor meerderjarigen, dus plus 18. Maar niet lang geleden is die wet aangepast, dus het is nu wel ook mogelijk voor kinderen. En er wordt eigenlijk niet echt uitgelegd vanaf wanneer of zo. Dus er wordt niet gezegd, je moet 10 jaar zijn of je moet 15 jaar zijn. Nee, alle kinderen in feite kunnen in aanmerking komen voor euthanasie. En wanneer kom je in aanmerking? Als je dus ongeneeslijk ziek bent en heel veel pijn hebt. En als je zelf goed begrijpt wat je eigen situatie is. En als je het dan ook vraagt, in samenspraak met je ouders, met de dokter. Als het kind zelf zegt, ja, dit gaat niet meer. Dit is geen leven meer dat ik wil, want ik heb veel te veel pijn en zo. En ik wil euthanasie. Eigenlijk kan dat dan. Dus de wet laat dat nu wel toe. Waarom zou je het wel toelaten? Wel, ik denk dat de manier waarop dat de wet het nu toelaat, juist is. Namelijk, er is eigenlijk niet veel verschil natuurlijk tussen bijvoorbeeld iemand van 12 of van 15 of van 17 die ongeneeslijk ziek is en heel veel pijn lijdt en iemand van 18 of van 20 of van 25. Ja, dus waarom zou je een uitzondering maken voor zogenaamde minderjarigen? Zij kunnen ook zodanig ernstig ziek worden dat ze er gaan aan doodgaan en dat euthanasie dan voor die jongeren of die kinderen een betere oplossing is dan zo dagenlang of wekenlang heel erg te moeten afzien. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Hoe wordt euthanasie toegepast? Wel, dat moet door een dokter gebeuren, dus de dokter moet het doen, niemand anders mag dat doen. Het moet natuurlijk eerst besproken worden en zo. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je, als je dus ongeneeslijk ziek bent en euthanasie dan gaat krijgen, dan krijg je eerst een spuitje, een inspuiting, waardoor je in slaap valt. En dan krijg je normaal gezien nog een spuitje, maar je kunt dat ook doen door iets te drinken of zo, maar het makkelijkste is in feite met een spuitje. En dat spuitje doet je spieren verlammen, dus ook je hart. Je hart is een spier en dat valt stil. En na een tijdje ben je eigenlijk dood. Je hou je op met te leven. Dus je voelt daar niks van. Het is alsof dat je in slaap valt en nooit meer wakker wordt. Wat zijn vandaag de mogelijkheden voor ongeneeslijke kinderen? Wel, kinderen die ongeneeslijk zijn, ja, die kunnen dus niet genezen worden. Die kunnen natuurlijk misschien nog wel heel lang verder leven met hun ziekte. Er zijn mensen die 30, 40, 50 jaar aan een ziekte lijden. Voor die mensen hebben we natuurlijk zoveel mogelijk de geneeskunde om hen te helpen. Of de zorg van allerlei mensen, psychologen heet dat dan, en therapeuten en kinesisten enzovoort. Maar mensen die ongeneeslijk zijn en daaraan zullen doodgaan in de nabije toekomst, die mensen kunnen eerst ook nog kiezen, als ze dat willen, voor wat men noemt palliatieve zorg. En dat is een soort speciale zorg, dus dat kan voor kinderen ook, dus die zeer ernstig ziek zijn. Dat is een soort speciale zorg waarbij men alles probeert te doen om de pijn van die mensen, van die kinderen dus ook, zo weinig mogelijk te maken en om hen nog een zo goed mogelijk leven te bieden. Bedankt voor de antwoorden.